Welkom bij deze video en in deze video ga ik iets anders vertellen dan over de technische analyse of het hebben over een crypto coin of wat dan ook. We gaan het hebben over belastingaangifte met betrekking tot bitcoins of andere cryptovaluta. Want er is daar ontzettend veel onduidelijkheid over. Waar vul je dat in? Welk bedrag gebruik je? En wanneer gebruik je dat? Nou, we hebben hier een hele mooie pagina voor waarin mensen ontzettend die twijfelen. Hoe zit dat nu precies? Hè? Want is het nou 50.000 euro waar ik geen belastingaangifte over hoef te doen? Of hoe zit dat nu precies? Want het is namelijk toch 2021. Ja, dat klopt. Maar in 2021 doe je belastingaangifte over het jaar 2020. En de Belastingdienst kijkt naar je waarde op 1 januari 2020. En dat is ook de datum waar je dus kijkt hoe hoog de bitcoin toen stond. En heb je een andere cryptovaluta zoals Ethereum, dan kijk je dus naar die waarde. Waar je hoeveel je er toen had en wat het toen waard was. Want ook al staan we nu 10.000 euro hoger, dat doe je pas in 2022. Ga je pas iets zeggen over 2021. Ja, dus begrijp me niet verkeerd. Er staat hier heel mooi in 2021 heffenvrije vermogen in box 3 verhoogd naar 50.000 euro. Betekent eigenlijk één ding. Dat je 50.000 euro of minder mag hebben. Daar betaal je geen belasting over. Alles daarboven betaal je dus belasting over. En hoe we dat precies gaan doen, dat laat ik zo zien. Goed, dan. Je ziet het grote verschil. Hè? 50.000 euro zelf of 100.000 euro met een fiscaal partner. En over 2020, hè, daar hebben we het nu over, betaal je dus vermogensbelasting boven de 30.846 euro. Of 61.692 euro met fiscaal partner. En dat gaat dan hoogstwaarschijnlijk over meerdere schijven. Maar daar komen we zo op terug. Want wat was die bitcoinprijs nu op 1 januari 2020? Dat was namelijk iets meer dan 6400 euro. En wat was de belasting of de prijs van Ethereum? Was namelijk 114 euro. Ja, dus natuurlijk een schijntje van wat het nu waard is. Maar daar ga je dus mee rekenen. Niet met de prijs die het nu waard is of 1 januari 2021. Want je praat over het jaar 2020. Ja, dat moet je goed begrijpen en niet verwisselen met elkaar. Goed. Waar kijken we dan naar? We hebben namelijk een aantal smaken. 9 van de 10 die in cryptovaluta handelen, zijn mensen die dat naast hun werk doen. Dus die doen beleggen. Dat mag van de Belastingdienst. Dat is namelijk, wordt namelijk niet gezien als extra werk. Waar je dus wel aan moet voldoen. Even kijken, de handel in cryptovaluta kunt u vergelijken met de handel in gewone valuta zoals de Japanse yen of de Amerikaanse dollar. U bent aan het beleggen en u speculeert op koerswinst. Ja, dus je hoeft de handel van de opbrengst van de handel dus niet aan te geven, natuurlijk wel je vermogen, maar de opbrengst van de handel. Dat is anders als u met extra arbeid, dus bovenop uw beleggingsactiviteit, vaak extra inkomsten verdient. In dat geval moet u de inkomsten wel aangeven. Ja, dus koop jij af en toe eens iets en steek niet veel tijd in, dan is dit eigenlijk allemaal prima. Hè? Zoals eigenlijk 90% van ons doen. En dan kan je dus gewoon uiteindelijk één keer per jaar dat opgeven in box 3. Nou, hoe zit dat dan precies? Want nu hebben we namelijk in 2020 is dat namelijk iets anders. Je ziet tot 50.000 euro betaal je eigenlijk niets. En dan moet ik even goed zeggen. De volgende, stel dat je een ton hebt, dan betaal je over de eerste 50.000 euro geen belasting. Maar het kan zijn dat je over de volgende 50.000 dus wel een gedeelte belasting moet betalen. Dat is namelijk vanaf volgend jaar pas. Dus stel dat je 70.000 euro hebt, dan betaal je over de eerste 50.000 betaal je niks. En de volgende 20.000 euro wordt meegerekend. En dat is dus dit bedrag. Dus dat gaat dus hierover. Goed, maar ik wil dat natuurlijk eventjes voor 2020 berekenen, want dit is pas volgend jaar en daar kan ik nu niet zo heel veel mee. Dus ga ik dat doen volgens 2020 normen. En dan ziet het er even ietsje anders uit.
Ja, dat gaat dus over de eerste periode. En dat betekent dat je dat het dus net wat anders ligt. Ja, hier praten ze dus over 72.798 euro. En zien we dat die bedragen een stuk verder weg liggen dan wat we dus eigenlijk hier hebben gezien. Je ziet dat het hier dus een klein stukje naar elkaar gecomprimeerd is. En dat de bedragen dus ietsje anders bij elkaar liggen. Hè. Dus hier zit je al vanaf 950.000 in schijf 3. En doen we dat op 2020, dan zie je dat... ja, dat je hier pas na een miljoen daar zat. Dus je ziet dat dat wel wat anders is. En ook nog eens, de rendementen zijn volgens mij hetzelfde. 1,8, 4,5. Nou, je ziet dat deze rendementen waren ook lager. Dus die gemiddelde rendement gaat ietsje omhoog. Percentage hier is hoger. Dan het 2021, ook dat gaat omlaag, want hier is dat 0,07 en 5,28. En je ziet dat het hier is 0,03 en 5,69. Dus ja, heb je veel geld, dan zal je dus iets meer betalen uiteindelijk, hè, volgend jaar. Maar ja, voor mensen die dus wat minder hebben, dus minder dan 50.000 of een ton, die gaan er dus eigenlijk in dat geval een klein beetje op vooruit, denk ik dan maar zo. Goed, we gaan naar de berekening van 2020, want daar gaat het uiteindelijk om. En nou, we gaan ervan uit dat je alleenstaand bent en je hebt, even kijken, we hebben bijvoorbeeld een ton beschikbaar. Dus we hebben een ton beschikbaar en ja, dat is even interessant. Dus ik zal het even hier neerzetten. We hebben 100.000 euro beschikbaar. Ja, dus dit is 100.000 euro. Oh, dat tekentje kent hij niet. Maar dit is 100.000 euro beschikbaar. Dus dat is ons vermogen. Nou, volgens de berekening. En dat stond natuurlijk hier. Hè, volgens de berekening ben je alleenstaand. Mag je dus dit. Ja, daar moet je dus belasting op betalen. Dus dit kunnen we er aftrekken. Want dit mogen we dus zo aftrekken. Zonder er belasting over te betalen. Dus dat is 30.000. Schrijf even op, 30.846 euro mogen we eraf trekken. Ja, dus dit is dan 30.000, even kijken, min 30.846 euro. Ja, dus dat trek ik eventjes van die totaal af. En dan weet ik ook waar we mee kunnen gaan rekenen. Dus 30.000, even kijken, we hebben 100.000 euro. En dan doen we min 30.846 euro. Dan houden we over 69.000 euro. Dus we houden over 69.000 euro en 154 euro. En dus dat is hetgeen waar we mee gaan rekenen. En dus deze kan eigenlijk heel mooi weg. Dus even zien. Even het gummetje pakken. Zo. Zo. En we werken dus met dit bedrag. 69.164 euro. Dat is hetgeen wat voor ons belastbaar is in box 3. Nou, dan kunnen we natuurlijk even kijken om welke schijf het gaat. We hebben 69.000 euro en 154 euro. Nou, tot 72.000 zitten we in schijf 1. Nou, daar vallen wij onder, want we hebben namelijk belastbaar inkomen, of een belastbaar vermogen, moet ik even zeggen. Ik moet even goed zeggen, 69.000 euro en 154. Dat is dus minder dan dit. En dus betalen we eigenlijk dit gedeelte. Nou, dan hebben we natuurlijk nog een percentage waar we aan moeten voldoen. Van die 69.154 euro is 67% daarvan betalen we 0,07% aan... ja, aan vermogensbelasting over dat gedeelte. Nou, dus dat gaan we even uitrekenen hoeveel dat is. Ja, dus we gaan nu, het is eigenlijk een heel snel rekensommetje voor. En je pakt gewoon je rekenmachine op de computer en je typt in 69.154.
Nou, dat doe je heel simpel. Keer 0,67. En dan komt er een bedrag uit en dat is 46.000. 46.333 euro. Dus 46.333 euro. Dan gaan we even terug naar het schoolbord. Dus van die 96.000 is dus, of 96.000, is dus die 46.333 is dus belastbaar op 0,07. Dus 0,07% ga ik belasting betalen over dit gedeelte. Nou, dat lijkt dan ontzettend veel. Dus dat is, even kijken, 7. Even kijken. Keer 0,07%. Dus dat is mijn belastingaangifte. Nou, hoe doen we dat? Eigenlijk heel simpel. We doen gewoon rekenen en we typen gewoon in 46.133 of 333. Maar een hele simpele rekentool doe je delen door 100. Dus dat is dus 1%. Dus 1% van 46.333 is dus 463 euro 33. Er zal vast de achterkomma zijn, maar dat is te verwaarlozen in de berekening. En dat doen we dus keer 0,07. En daar komt een bedrag uit. En dat bedrag is 32,43 euro. Dus over dit bedrag, dat moet ik wel even goed wegzetten, dat het even netjes achter elkaar moet. Dus dat is dus 32,43 euro. Aan de Belastingdienst. Belastingdienst. Dat is niet heel goed. Nee. Belastingdienst. Dus dat betaal je dus aan de Belastingdienst over dit gedeelte. Dan hebben we natuurlijk nog een ander resterend gedeelte. Want we hebben namelijk 67% van die 69.154. Was dus 46.333. En daar hebben we nu berekend hoeveel we daarover moeten betalen. Je ziet dat is echt te verwaarlozen op dat soort bedragen. Maar dan hebben we natuurlijk nog wat anders. En dat is dit bedrag. Want natuurlijk 67 en 33% is natuurlijk 100%. En dat is nog een iets groter percentage. Dat is dus 5,28. We hebben dus 69.000. Even kijken. 69.154. En was dus belastbaar. Dus dat gaan we dan eens even kijken. Keer 0,33. En dat is dus 22.820 euro. Dus 22.820 euro. En dat is dus de 33% van 69.154. En dat kan je natuurlijk wel uitrekenen, want als je 22.820 plus 46.333, dan zit je dus inderdaad, dat is natuurlijk achter de komma gerekend, maar dan zit je dus ongeveer op 69.154 euro. We hebben nu dus, even kijken, we hebben nu dus 22.821 euro en daar betalen we dus 5,28% belasting over. Dus dat gaan we eens eventjes uitrekenen. Dus 22.821. Dus dat gaan we er even bij zetten. Dus we hebben nu hebben we 22.821. En dat moeten we dus keer 5,28 doen. 5,28%. Nou ja, dat is een iets groter bedrag. Die kan ik alvast verklappen. En dan hebben we dus 22.000. Ik zal even uitrekenen. 22.821. Want dat is het bedrag. En dat doen we. Of dat doen we, delen we eerst door 100. Dan hebben we 1%. Dus 1% van 22.821 is 228,21 euro.
En dat doen we dus keer 5,28. En dan komt eruit het bedrag van 1204,9. Dus afgerond is dat 1205 euro. Wat betaal je dan compleet over dit bedrag? Nou, dan doen we dus heel simpel 1205 plus 32,43 cent. Ja, dus 1205 plus 32,43. En dat is dan give or take 1200. En oh, dan heb ik hem weg. Even wachten. 1205 plus 32,43. 12, 3, 7 en 43 cent. En dus dit ben je eigenlijk kwijt om het totaalbedrag van 100.000 euro aan eigen vermogen. En dus dan denk je, dat valt mee. Dat is eigenlijk ook zo. Want dit betaal je op een bedrag van 100.000 euro. Nogmaals, wat ik net heb gezegd. Je hebt dus dit gedeelte waar je dus geen belasting over betaalt. Dat is 30.846. Die kan je direct van die 100.000 euro aftrekken. Dan hou je dus dit bedrag over. Daarvan is 46.333. Dan moet je keer 0,07 doen, want dat percentage willen ze graag weten. En daar betaal je dus 32,43 euro aan de Belastingdienst. En over je volgende 22.821 keer 5,28 is 1205. Dus gezamenlijk maakt dat 1237,43 euro. En dat betaal je van eigenlijk je complete vermogen. En waar dus eigenlijk maar dit gedeelte belastbaar is en dit dus niet. Dus dat is eigenlijk prima te doen. Dus als je denkt dat je ontzettend veel belasting moet betalen, dat valt best wel mee. Het wordt natuurlijk een ander verhaal als je ontzettend veel geld hebt en je zit in dit gedeelte. Want, even uitrekenen, als je dus 100, een miljoen belastbaar hebt, dan moet je dus eigenlijk, laten we zeggen in dit gedeelte 2 miljoen, dan betaal je dus 5,58% over 2 miljoen. En dat is ontzettend veel geld. Even kijken. Delen door 100 is 5,28. Dus stel als je 2 miljoen zou hebben, dan zou het feestje er anders uitzien. Dan betaal je eigenlijk een schamele 105.600 euro. Dus dan is dat al een stuk hoger. Natuurlijk, hoe meer je hebt, hoe meer vermogensbelasting je gaat betalen. Goed, dan is nog een andere vraag. Waar kan je dat nu eigenlijk precies invullen? Nou, dat vul je eigenlijk hierin. Ik heb de pijl erbij gezet. Je kan dat dus hier invullen. Virtuele betaalmiddelen, bijvoorbeeld bitcoins. Dus dit zijn al je overige bezittingen. En dat vul je dan in. En dan vul je ook daarna je bedrag in. Dus dat is eigenlijk het aangeven van je belasting met betrekking tot bitcoins of andere cryptovaluten. Je kan het zelf uitrekenen met betrekking tot de box. Ik heb je net een voorbeeld gegeven en die zou je eventueel kunnen gaan gebruiken. Nogmaals, vind je dit video nou super tof en helpt het jou? Druk dan even op blauwe duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En check zeker even onze Telegram groep in de beschrijving van de video. Nogmaals, dankjewel voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Ciao.